Ja, we hebben net bij deze meneer een implanteerbare defibrillator ingebracht. Dat is een apparaat wat lijkt op een pacemaker, wat ook kan werken als een pacemaker, maar ook bij ernstige ritmestoornissen een elektrische shock kan geven om die ritmestoornissen te laten stoppen. Nee, de voordelen zijn voor de patiënt dat hij kan gaan en staan waar hij wil en toch verbonden zijn met het ziekenhuis. Voordelen van het ziekenhuis is dat je informatie uit het apparaat kan verkrijgen zonder dat de patiënt naar het ziekenhuis hoeft te komen. En dat doen we sowieso heel veel hier in Eindhoven in het Catharina Ziekenhuis. Is patiënten in remote care, op zo goed Nederlands noemen we dat, zorg op afstand. Is dat we patiënten thuis kunnen laten als het niet per se noodzakelijk is dat ze naar het ziekenhuis komen. En op tijd zien als ze wel naar het ziekenhuis moeten komen. Nou, de toekomst is alleen maar een groei van de aantallen patiënten die we op deze manier kunnen behandelen. Heel veel op afstand. Mogelijk, in de toekomst steeds meer op afstand, denk ik, mogelijk. Maar laten we eerlijk zijn, je bent denk ik de meeste mensen liever thuis dan dat ze hier in de wachtkamer bij de dokter zitten.